Geen subsidie betekent, dan moet je het maar zelf doen, op een zolderkamer bij de HKU. En gelukkig was die zolderkamer, was echt een heel klein kamertje, maar daar pasten we net met z'n zessen in. En zes computers natuurlijk. Op zijn minst. En we zijn gewoon begonnen. Dus de onderzoeksgroep had een werkplek van 2 vierkante meter. En daarin zijn we begonnen met te inventariseren wat er al was. Wat we eigenlijk wilden. En vervolgens zijn we gaan bedenken welke systemen er dan moesten komen. Nou, zie je, dat zijn hoogwaardige tekeningen. Waar heel veel duidelijk wordt. Maar in ieder geval hadden we dat nodig. En uiteindelijk, dan ben je al uitgeschetst en gebrainstormd en dan moet je het natuurlijk gaan maken. Dus dat zijn we gaan doen. En wat we eigenlijk hebben gedaan is gezegd, oké, van schets bouwen we eigenlijk een prototype in MaxMSP. Het is misschien niet zo goed te zien, maar MaxMSP ziet er zo uit. En het zijn allemaal blokjes en lijntjes. En die blokjes vertegenwoordigen eigenlijk stukjes code, programmatuur. En door ze aan elkaar te hangen met die lijntjes begint dat te werken, of niet. Maar dit wil ik een theatermaker echt niet aandoen. Ik weet niet of u zin heeft om mee te spelen, maar ik zelfs al, met toch wel een soort techno-fetish, werd hier niet blij van. Dus het werd duidelijk dat we bovenop de interface van MaxMSP een eigen interface moesten ontwerpen. Wat we gedaan hebben, dat is deze, die heeft u net werkelijk gezien. Nou, dan ga je dat natuurlijk testen. Werkt het wel? Gelukkig was Huis aan de Werf inmiddels geïnteresseerd. En zijn we hier lekker in een studio gekropen, hadden we meer ruimte, konden ook camera's opeens ophangen en hadden we een vloer. Zaten niet meer bij elkaar op schoot, dat was echt fantastisch. En dan kan je dus ook dingen proberen. Dus dat zijn we gaan doen. En toen we dat allemaal geprobeerd hadden en dat redelijk stabiel leek, hebben we dus uiteindelijk in juni 2009, dat was niet de performance lecture waar ik net aan refereerde, maar wel Marjan aan refereerde, project Morphose gedaan. En eigenlijk was dat de eerste keer voor het publiek om te laten zien wat die performance engine kon. En dat was heel spannend, kan ik u vertellen. Net zo spannend als nu eigenlijk, want het kan allemaal misgaan. Ik gaf mijn presentatie. Miraf Christophe, lector, was zo vriendelijk om te improviseren op de vloer. En ik kreeg eigenlijk aan het einde van die presentatie voorzichtige vragen of het nou bedoeld was als een voorstelling. En aan alles aan het gezicht van die personen kon ik zien dat het niet zo goed was. Dus het is vrij hardnekkig dat mensen toch, en dat zal u nu ook weer doen, denken dat u naar een voorstelling zit te kijken. Het is dus niet zo. We zijn een presentatie aan het houden met illustratieve voorbeelden. Hou hem vast. Goed, performance engine. Hier ga ik helemaal niet lang op in. Maar we hebben veel gemaakt, laat ik het zo zeggen. Dit zijn al die modules en dat is die state machine. En ik kom uit de commerciële wereld, dus we hebben nu mooie logootjes natuurlijk. Het werkt nog niet fantastisch, je kan het ook niet kopen, maar het ziet er wel leuk uit. En dat hoort er ook bij hoor, sorry. Dus daar kwam je dan, de nieuwe VU-map, met het daadwerkelijke systeem. En je ziet dus in het midden een soort van hart, waar die steekmachine zit. Daar komt alles samen uit engines en inputs en outputs. En dat kunnen we dan allemaal koppelen aan elkaar, dat was allemaal helemaal geweldig bedacht. En eigenlijk wat jullie net gezien hebben is dus die state machine in werking, samen met de audio engine, geluid, opnemen, afspelen en bijvoorbeeld de V-mode, waarmee je dus live dingen kan doen. En dan moet je alleen nog even oefenen met timing, maar dat is dan aan de theatermaker natuurlijk.